Hier, in deze opvallende gebouwen van Covra wordt radioactief afval opgeslagen. Van de nabijgelegen kerncentrale, maar ook van industriële bedrijven en ziekenhuizen. Maar ze bewaren hier nog iets, iets historisch. Een buisje radium van niemand minder dan Madame Curie. Ja, hier ligt het buisje opgeborgen. Dat is natuurlijk niet voor niks, want het is radioactief. Dus dat moet zorgvuldig worden opgeborgen. En dat laat ik jullie graag zien. Kom maar mee. Ja, dit is het. En dichterbij kunnen we niet. Je mag het er niet uitpakken, Ewout. Nee, ik kan het er niet uitpakken. Het straalt nog steeds. Dat kun je trouwens ook hier zien op dit metertje. Die meet de hoeveelheid straling die er nu nog steeds vanaf komt. En om het veilig te bekijken, hebben we het dus opgeborgen in deze speciale kast waar het ligt achter loodglas. In dit buisje zit radium. Dat is een radioactieve stof die in de natuur voorkomt, ontdekt door Marie Curie. Zij heeft hem in 1898 ontdekt en onder andere dus in dit buisje gestopt. Ja, Madame Curie, wereldberoemd, maar waarvan ook alweer precies? Ja, Marie Curie was een wetenschapster in de natuur-, wis- en scheikunde. Daarvoor heeft zij 2 Nobelprijzen gekregen en zij was een pionier op het gebied van radioactiviteit. En ze heeft 2 radioactieve stoffen ontdekt, polonium en dus ook het radium wat in dit buisje zit. Maar hoe is dit buisje nou hier gekomen? Nou, dat buisje is gebruikt door Marie Curie om te onderzoeken of radioactiviteit beïnvloed wordt door temperatuur. En daarvoor werkte ze samen met een Leidse wetenschapper, Heike Kamerling-Onders, ook een Nobelprijswinnaar, die een pionier was op koude techniek. En samen met hem deed zij experimenten om te kijken hoe koud je het kunt maken en wat dan het effect is op radioactiviteit. Daarvoor zagen ze geen effect. Ze wilden later nog een keer terugkomen om het op een nog lagere temperatuur te doen, maar dat is er nooit meer van gekomen. En zo bleven die 2 buisjes in Leiden. 2 buisjes, want er ligt er hier 1. Ja, het waren oorspronkelijk 2 buisjes. Die buisjes zijn lange tijd vergeten. Maar 1 is er teruggevonden en die maakt nu onderdeel uit van de collectie van het Rijksmuseum Boerhaven. En waar is dat andere buisje dan? Ja, daarvan weten we niet meer waar het is. Dat ligt waarschijnlijk nog ergens in Leiden. En waarom ligt het nou per se hier? Want het is van het Museum Boerhaven en toch ligt het hier. Gewoon puur voor de veiligheid. Nou ja, om zo'n buisje op een goede manier te kunnen bewaren, dan heb je deskundigheid nodig en speciale middelen. En dat hebben we hier wel. En dat is in zo'n museum veel moeilijker.